heel fris en vrolijk uit. Zo mooi gecomponeerd, dat had ik willen doen. Het is jammer dat Annie en Harry het niet meer mee kunnen maken. Echt, vanaf de volk moet dat. Ja. Lieve mensen, uw gastheer Martijn Cadeau. Het is de avond van de kleinkunst, dames en heren. Ja, daar bent u bij beland. De tweede editie daarvan wordt een prachtige avond. Er zijn 6 liederen gekozen. 6 liedjes die eigenlijk iedereen wel kent. Echt de Nederlandstalige klassiekers. Die iedereen uit zijn slaap gewoon meteen kan opdreunen. Meteen kan meezingen. En er is aan 6 kleinkunstenaars van nu gevraagd om daar een vervolg op te maken. Dus de liederen van... hoe is daar eigenlijk mee verder gegaan? Hoe is het verder gegaan met de hoofdpersoon uit dat lied? Nou, er zijn nieuwe liedjes van gemaakt waarvan wij dan in ieder geval hopen dat dat nieuwe klassiekers worden. Ik ga deze avond niet in mijn eentje presenteren. Godzijdank, zie ik een paar mensen denken. Er zijn 2 mensen voor nodig. En daarom doe ik zeg maar het algemene gedeelte. En voor de rest van de avond is hier, dames en heren, de presentator van Volkspot, Helco Span. Goedenavond. Goedenavond, Helco. Naar mij de schone taak om vanavond de deelnemers aan deze bijzondere avond te interviewen. Wat vonden ze eigenlijk van dat vervolg? Konden ze zich er een beetje in vinden of hebben ze daar toch problemen mee? Je hoort het straks allemaal op deze bank gaan ze straks zitten. Voor mij is die rode stoel en dan gaan we met ze in gesprek. Is het duidelijk? Zullen we gewoon beginnen dan? Goed idee. Ja, toch? Ja. Dames en heren, de allereerste act van vanavond. Ik hoef hem eigenlijk amper aan te kondigen, maar ik ga het toch doen, dames en heren. Erik Macy! Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht wat om me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het spanterbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot, de korte zwarte haren. En ik stond daar ergens op een hoek. Allemaal! Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Nee, nog steeds niet. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst. Ik heb een opdracht gekregen om een vervolg te schrijven op Stiekem met je gedanst van Toen Ze Lagen. Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond. En dus ik heb een soort van valse nostalgie naar de tijd. Naar die tijd. Dat je eigenlijk gewoon op, naar de kroeg ging en op iemand kon afstappen. En... Ja, maar daar zit het hem juist in. Want dat durfde ik dus niet. In mijn ogen heeft het iets heel... jeugdigs nummer, iets heel naïefs, iets heel zo het jongenshart, alleen zoals we gaan vermoeden dat zo bezien. Mm-hmm. Dus ik denk het vervolgen, als je het dan naar vandaag gaat, dat lijkt het me misschien leuk om het in een hele banale context te hebben, een kantoor. Of een reunie. Ja. Ja, dat was een grootste hit, waardoor dat ik ook aanneem dat er een hele horde vrouwen zich... Ja, natuurlijk. Dat is toch ook de enige reden waarom er überhaupt muziek wordt gemaakt. Denk je? Nee. Ik hou me niet voor de gek, hoor. Ik weet het niet. Volgens mij, bij mij althans, was muziek echt wel de drijfveer. Maar ik wilde er wel... beroemd is ook zo'n stom woord. Ik wilde er wel bekend mee worden. Ik wilde wel dat zoveel mogelijk mensen mijn muziek zouden kennen. Ik wou gewoon lief. Ik had geen spieren. Ik dacht, gitaar, dat gaat nog lukken. Oh ja, ik ook. Ik had ook nooit spieren. Nooit gehad ook. Wow, nee.
Oh nee, 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 oh nee. Oh nee. Het wifi-lampje brandt. Ik heb het wachtwoord bij de hand. Opgesloten op kantoor. Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland? De DJ draait gezellig door een nummer. Speciaal voor ons. Ik zit op Instagram. Zo zie ik wat er gaande is. Welke magistrale moves ik mis. Beneden op het feest. Op Instagram. Durf ik te kijken? Kan ik de awkwardness ontwijken? Zo u wil. Zij beneden op het dansfeest. Ik gestrest, verstopt en stil. Stil, stil. De koffiehoek vertelde ze, de drive is zoek, in stilte zoek ik stiekem ander werk. Mijn wereldbeeld, het stortte in, vulkanen hield ik binnenin, toch zong ik vliegers vlug een toontje lager. Later op Instagram postte ik een foto, wij twee breed lachend op kantoor. Op Instagram durf ik iets te zeggen, mijn gevoelens uit te leggen, zo u wil. Zijn gezellig in de koffiehoek, ik gestrest, verstopt en stil, stil, stil. Oh nee, oh nee, 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 nee. Tussen ons wel goed, al moet er uiteraard worden gedanst. Maar op Instagram zie ik haar dansen met die gluipert van sales en marketing. Wat graag zou ik hem te lijf gaan, maar alfa mannetjes te lijf gaan zit niet in mij en is niet echt mijn ding. Ik ben gestrest, verstopt en stil, stil, stil. Nee, nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 oh nee, oh nee, nee, oh nee, 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 nee. Lampje brandt, ik heb het paswoord bij de hand. Opgesloten op kantoor, hoe ben ik hier in hemelsnaam beland? We lopen nu naar jouw eigen café, ja. In de tuin. Ja. Dus stel, ik, mijn lied wordt dan straks ook een hit. Ja, maar ik heb dit niet, over, ik heb dit niet overhouden aan bescheiden, hoor. Dit. Oh, dat niet? Nee, nee, nee. Gewoon, Nee, daar heb ik wel een paar duizend gulden aan verdiend. En ik heb er veel optredens aan overgehouden. Maar werd je toen opeens een soort van de Nick en Simon van de Lage Landen? Nou, even, ja. Even. Ik kon het weer gauw dempen. Mag ik eventjes eerlijk met je zijn? Nou, vooruit. Nou, we werden natuurlijk gekoppeld aan een artiest, hè, van vroeger. En toen ik jouw naam hoorde, ging er niet meteen een belletje rinkelen. Heb je dat vaker? Gelukkig wel, ja. Ja.
Maar toen dacht ik wel, dat is best grappig dat je het nummer hebt. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zo goed bent als ik. Maar nu is het misschien wat bescheidenheid wel op zijn plaats. Want ik wist niet per se meteen wie jij dan was, Peter. Nou, ik denk dat ik altijd wel bescheiden geweest ben. Ik ben nooit doorgedrongen. Waar staat dat nummer voor jou dan voor? Dat... Ja, eigenlijk is het een grap. Het is eigenlijk een grap. Ja. En ik wilde ook wel een keer demonstreren dat ik het kon. Maar je hebt dus eigenlijk een hit geschreven met een lied dat dus niet over jou gaat. Nee, zeker niet. Nee, het gaat nee. echt over... Nee, kan je een voorbeeld noemen waarvan je denkt, nou, als het dan over man moet gaan, dan is het echt zo'n man? Ik denk dat heel veel mannen zo zijn. Heel veel, ja. Ja, ja. Het gaat natuurlijk over een man die zelfspot, een beetje een zelfspotlied. Nou, dat is de vraag. Voor hemzelf niet. Nee. De grap zit er natuurlijk wel onder. Het ligt er zo dik bovenop. Ja. Hoe lang heb jij erover gedaan om dat lied... Hè, het is een verklaring. Bescheiden. Bescheiden? Hoe lang heb je erover gedaan? Een paar uur, denk ik. Tuurlijk. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen spandoeken boven de straat met sukkerkoeienletters met mijn naam. En weer had ik die avond zo laaiend enthousiaste menigte in het volkshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster mee zit. En niet alleen dat ik vergeet me versterken aan te sluiten, maar ook aan. Op mijn hotelkamer zat ik neer, alleen, en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, en dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. De allermooiste meiden die mij eenmaal hebben gezien, die vallen meteen aan mijn voeten, aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, ah, dat zie je. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals Houwer, De Gooier, Krabbe. En dat is voor hun dan weer mazzel, want zo hou ik ze uit de WW. Als ik mijn talent zou benutten, ja, dan was ik de top of de wil. Hoewel het gewoon is, dan krijg je capsules. En dat is nou net wat ik niet wil. Tees, waar zitten die zes? Ah, moeilijk bescheiden te blijven. Ah, je zo goed met taal, zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo. Dat zie je, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ieder voor zich. Voor een kerel met zoveel talent.
Mooi, dan is ze goed voorgevallen, had ze. Dat geloof ik. Geweldig. Maar dat is niet altijd zo geweest, hoor. Want laatst reed ik terug in mijn auto nadat ik had opgetreden op een of andere avond. Ergens ver weg in Groningen. Met allemaal andere artiesten. Ja, ik denk niet dat ze op me hadden gerekend, want er was geen kleedkamer meer over. Dus ik moest me omkleden in de bezemkast. Maar goed, weet je, ik had er toch heel veel zin in. Ik sta klaar in die coulissen. En er komt zo'n presentator op. Beetje zo'n Martijn Cardol, weet je wel, ook zo'n maatje 1,60. Ja, en die begint van... nou, hier is ze hoor, Jari Rienstra. Dus ik zo, wacht. Het is Jora Rienstra. Oh, pardon. Hier is ze dan, Jorien Ritsma. Nee, Jora Rienstra. Oh, sorry, wacht, voor de laatste keer. Hier is ze dan, Jarim Kamstra. En dan zit je in zo'n auto en denk je, ik ga hem gewoon in de vangrail rijden. Maar toen dacht ik, wacht even, eigenlijk ben ik wel opgelucht. Want als ik 's avonds klaar ben met spelen, dan ben ik juist ontzettend blij. Dat ik niet in zo'n luxe hotel hoef, met jacuzzi en bubbels erbij. Met vrouwen die mij meteen willen, in bikinis of zelfs blote billen. Mijn liefje wordt kwaad, ze zet me op straat, zit je zo aan de coke en de pillen. Maar ik doe er dus niet toe, ik doe er dus niet toe. En gelukkig maar, want weet je, het lijkt me zo gedoe. Je moet steeds blijven lachen, fans staan gillend in de rij. Nou, dat blijft me dus gewoon bespaard. Niemand let op mij. Je krijgt dan natuurlijk veel prijzen. Neem die maar eens goed in ontvangst. Want het gaat meestal niet om de inhoud. Maar wie huilt er het hardst en het langst? Ik kan ook niet arrogant preken. Zo'n speech schrijven duurt vast 4 weken. En dan na zo'n onthaal krijg je lelijk bokaal die het liefste door midden wilt breken. Maar ik doe er dus niet toe. Ik doe er dus niet toe. En gelukkig maar, want weet je, lijkt me zo'n gedoe. Je moet steeds blijven lachen, fans staan gillend in de rij. Nou, dat blijft mij dus gewoon bespaard. En niemand let op mij. Je kan ook nooit zomaar eens zeggen, Baudet moet het land uitgezet. Want dan staat het meteen in de kranten. Er wordt altijd op je gelet. Voor je het weet gaan je fans demonstreren. Of zich juist helemaal tegen je keren. Maar ach, denk je triest, is maar Freek de artiest die onzinnigheid loopt te beweren. Nou, daar heb ik dus geen last van. Want ik doe er dus niet toe. Ik doe er dus niet toe. En gelukkig maar, want weet je, het lijkt me zo gedoe. Je moet steeds blijven lachen, fans staan gillend in de rij. Nou, dat blijft mij dus gewoon bespaard. En niemand let op mij. Maar ik moet jullie toch iets bekennen. Het is bijna alsnog misgegaan. Toen tv wou dat ik daar kwam zingen, ging bij mij toch iets onverwachts aan. Van geluk wou ik bij voorbaat al janken, voor zo'n kans ga zelfs ik niet bedanken. Maar voor ik het wist, werd er anders beslist, want ze wilden het liefst Pieter Blanken. Ik noem Peter Blank, stel op Peter. Hé, hey Blankman, daar zit hij hoor. Hey, hè? Oh. Ik doe er dus niet toe, ik doe er dus niet toe. En gelukkig maar wat weet. Gewoon ook een heel ander nummer dan mijn nummer heen zingen. Gewoon met die toeters, weet je wel? Die dominante toeters, ja. Zo arrogant ook, hè? Zo'n band ook, hè? Zo arrogant. Jeetje jongens, zijn jullie klaar? Dat zijn die kapsonenleiers, zeg. Nou, zullen we even allemaal? Oké, nou, kom op, hè. En niet alleen mijn ouders graag, ja?
Ik doe er dus niet toe, ik doe er dus niet toe. En gelukkig maar, want weet je, ja, handjes. Je moet steeds blijven lachen, fans staan gillend in de rij. Nou, dat blijft me dus gewoon bespaard, want niemand let op mij. Jouw lied pakt meteen die ironie van dat liedje van Peter. Hè? Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wist je meteen dat wordt de invalshoek voor het vervolglied? Nee, helemaal niet. Ik had wat suggesties, maar toen zei Peter meteen... nee, dat moet je niet doen. Maar toen was ik thuis en toen dacht ik... ja, ik vond het eigenlijk wel mooi, weet je wel. Peter zegt ook van, ja, eigenlijk heb ik die hit gemaakt. En daarna heb je heel veel mooi werk. Heb je ook nog heel veel aan mij voorgelezen die middag... Daarom. En nee, maar dan, ja, dus dan was het even wel van, ja, hè, word ik daar dan ook in erkend? Peter, wat vond jij van dit vervolglied, van deze invalshoek van Jora? Nou, ik vond het vooral verrassend, want ik heb de repetitie gevolgd natuurlijk, maar ik heb niet gevolgd dat de band ineens weer aan bescheiden zou beginnen. Oh, nee. Dat was wel een leuke verrassing. Was dat jouw idee? Ja, maar dat vond je het leukst waarschijnlijk aan het hele moment. Ik vond het een erg leuk liedje en ik denk dat je het op repertoire moet houden. Het zal even duren, maar het kan een hit worden als je de goede producer vindt. Ja, ja, het heeft een zeker meezinggehalte. Dat komt overeen met het is moeilijk bescheiden te blijven. Ga je het op het repertoire houden, Jora? Ja, maar dan moet ik wel natuurlijk daarbij ook uitleggen wie Peter Blanker is. Dus, ja. Ja. We gaan naar het eerste duo dat deze avond aftrapt. Erik Messi, ik kan me voorstellen dat het spannend is. Het is het liedje wat bij jou is gaan horen, hè, nu al meer dan 35 jaar. Dan gaat er ineens een jonge Belg mee aan de haal. Hoe heb je dat ervaren? Nou, als heel erg bijzonder, heel erg leuk. En wat ik eigenlijk het leukste vind is dat er nog een vervolg op kan komen. Want hij krijgt haar weer niet. Ja, dat is waar. Ik vond het fijn dat jullie er waren vanavond. Peter Blanke, Jorin Rienstra, Stoomboot en Erik Messi. Je gaat je toch niet voorstellen? is dat belachelijk? We gaan ons niet voorstellen. Heb je dit? Wij hebben Jenny op bezoek bij ons. Ja. Want wij gaan een antwoord schrijven en componeren op het nummer Het is over. Het valt niet mee hoor, mooie poes. Dus ja, welkom Jenny. Dank je feestelijk, ja. Dankjewel. En dankjewel ook voor de koek en de taart. Ja, heel goed. Uit de Jordaan. Echt een heerlijke taart gekregen. Ja, wat wil je ons aandoen? Waarschijnlijk zijn we nu op de film veel slanker dan we zo meteen in theater zijn. Ja, sowieso. Dan is de koek op. Ja. Heb je wel eens gehad eigenlijk dat de emotie het overnam? Of dat je het zong en dat je dacht van oké, nu... Dat is altijd aan het slot. Ja, tenminste, dat is ook daarom. Het is een acterend nummer. Het is... Ja. Ontzettend fijn om te spelen, dus je moet je heel goed verdiepen, dan wordt het iets. Dan is het niet alleen maar tekst en muziek. Ja, want het gekke is, wij gaan dus een antwoord erop schrijven. Ja, daar ben ik waanzinnig nieuwsgierig. Want, ja, nou ja, nee, ik ga niks invullen. Nee, zeg maar. Nou, kijk, het enige wat ik me voor kan stellen, want één is gewoon de beschrijving. Maar dat slot is natuurlijk, er zullen mensen zijn die ook denken... Ja zeg, doch, maak het niet stuk, je kan me wat. Schop voor zijn hol moet hij hebben. Toch vanuit die bitterheid van, hij drinkt te veel, dat is haar zorg, al drinkt die hele emmer schroom. Dat hij niet... Dat zich dat doorzet naar zo'n slot toe. Ja, als je het los van het verhaal zou trekken, zou het ook wel interessant zijn... dat die minnares ook wat ouder is geworden en ook nu met dezelfde situatie zit bijvoorbeeld met die man. Dat is ook wel... Ik dacht ook nog, je zou ook nog wij na afloop, dus dat je eigenlijk gewoon de partij van de man zingt alsof dit tegen hem gezongen is en dat hij er eigenlijk antwoord op geeft meteen. Letterlijk zegt van, ja oké, okay, jij zegt dit, maar... Ja. Maar we kunnen ook... We zijn er ook wel bijna, denk ik. Ik weet ook niet of we er nu uit gaan komen. De oplossing was er. De oplossing is er. Het is geheel opgelost. Luister, ze hebben al bijna de tekst, hebben ze al bijna. De muziek moet nog even aan gewerkt. Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Hij doet me niks meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden... Dat hoeft niet meer. Die man,
die thuis kwam, 's avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer, dat is nou allemaal voor haar. Ze mag me hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste, o mijn God. Het aldoor wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag me hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks. Ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboom, zijn rot humeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel en ook zijn whisky-erotiek. Ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk, zijn moppen over kapelaans, zijn overhemden en zijn kerk. Ze mag hem hebben. En al die reisjes naar Parijs. Toen, lang geleden, was het fijn. Maar ja, toen waren we nog arm. Alleen wat stokbrood en wat wijn. We liepen zorgeloos en vrij. Te slenteren op Montparnasse. Maar later ging hij zonder mij. Kwam thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben. Hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt hij hele emmers rum. Ik trek mijn hand ervan af. Dan maar een fijn delirium. Ze mag hem hebben. Het valt niet mee hoor, mooie poes. Je hebt er tact voor nodig, meid. Nou leef je in een roze roes, maar dat gaat over met de tijd. Dan moet je tonen wat je kan, dat wordt een hele zware test. Het is niet eenvoudig met die man, ik hoop maar dat je het verpest. Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan, laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben. Ik geef haar bitter weinig kans. Ik weet niet of ze van hem houdt. Nu wel, maar op de lange duur. Ook als hij ziek zal zijn en oud. Hij is een kwetsbare figuur. Zoals je er maar weinig vindt. Nu geef ik, net als in mijn jeugd, mijn speelgoed een ander kind. Hier is het. Je mag het hebben. Het is voor jou. Dat kan dan. Je mag het hebben. Want het is nou niet meer van mij. En veel geluk. Maar één ding vraag ik je, maak het niet stuk.
is begonnen. Hij is van mij. Kwam binnen met een koffer, zonder dat hij echt iets zei. Het is begonnen, niet meer alleen. Maat 44 naast de deur, zijn mannengeur, sinds hij verscheen is het begonnen. Hij is van mij. Het hoeft niet meer stiekem in de lift. Oh, al dat gefrummel in een kast. Nu mag ik hand in hand op straat en slapen op zijn blote bast. Hij is van mij. Kunnen uit eten openbaar, misschien naar Azië op reis. Stel hem straks voor met tas, mijn man, en we gaan eindelijk naar Parijs. Hij is van mij. We mogen vrijheid fantaseren. Als ik de griep krijg, blijft hij thuis om stukjes fruit voor me te snijden. Zijn soep op mijn fornuis. Hij is van mij. Hij is van mij. Hij is van mij. Nu zit hij naast me op de bank. Het is wat onwennig dat dat kan. Op kantoor is hij de baas, maar hier een doodnormale man. Een beetje roos op zijn schouders, zijn neus rood van de drank. Dat viel niet op naakt in de kast, maar des te meer hier op de bank. Zijn doosje pillen op mijn plank, geen idee wat hij mankeert. Heeft hij problemen met zijn hart, zal je net zien, gaat het verkeerd. Hij is van mij. En hoe hij ruikt 's ochtends vroeg, met de slaap nog in mijn ogen. Dat doet me denken aan zijn vader, hoe een mond zo uit kan drogen. Hij is van mij, hij is van mij. Ik weet niet of ik van hem hou, eerst wel, maar nu het dan ook mag. Zie ik hoe kwetsbaar hij kan zijn, als ik niet om zijn moppen lach. Ik weet niet wat dat is, een kapelaan. Steeds weer in de lappenmand. Man, je bent gewoon verkouden. Stop die oude mannenzakdoek in je broek. Jezus, man, trek dan een jas aan als het sneeuwt. Een jaar geleden. Een jaar geleden was het fijn. Toen was het nog geheim. We gingen schuilen voor de sneeuw. En toen opeens waren we alleen. En daar waar niemand ons kon zien. Een kus op mijn mond, alsof zij niet bestond. Nu zit je afwezig in je stoel. Geef het gewoon aan als er iets is. Ik zie dat je verdrietig bent, denk je aan haar, dat je haar mist. Ze is de moeder van je kind, dat snap ik heus wel hoor, maar poe. Je hoeft haar niet altijd op te nemen, en als haar slaaf je naar haar toe. Je bent van mij. Ze zit in al jouw kleine dingen, hoe zij vindt dat alles moet. De wc-bril netjes terug, ik ken niet één man die dat doet. Schrik niet meer wakker in de nacht. Niet zo woedend om je heen. Als je haar naam schreeuwt onbedoeld, voel ik me hopeloos alleen. Als je dat wilt, moet je maar terug. Neem hem dan mee, je rolt je muur. Je schoenen en je blote bast en je mannige. Sinds hij verscheen is het begonnen. Maak het nou niet stuk. Hij is van mij. Volgens
Volgens mij zit ik naast drie heel gelukkige vrouwen. Jenny, ik begin even bij jou. Ja. Jij zat echt te genieten terwijl je zat te luisteren naar dit vervolg. Ze hebben het een paar dagen geleden komen laten horen bij me thuis. Ja, echt geweldig. Ja, ik ben wild enthousiast over dat nummer. En wat maakt dit nummer zo goed, vind jij? Het is zo beeldig, omdat het ook zo jong is. Het is echt zo van 21 en ik ben flink en ik doe het met de baas. En dan gaat het dus hartstikke fout. Ik vind dat die switch in dat nummer, daar hou ik heel erg van. Dat er ineens zo'n knip zit, dat je eerst denkt, geluk, geluk. En dan maakt hij soep als ik ziek ben. En dan doet hij leuk fruithapjes voor me maken. En allemaal die dingen die een man van zijn levensdagen helemaal niet gaat doen, natuurlijk. En dan in ene blijkt van, Jezus, met je hebben, een beetje roos op zijn schouders, schat, verdam. Het sluipt er zo in op die bank. Daar zit maar die man die ook helemaal niks leuks meer heeft. En een drankhoofd. En dan ook van die vieze hoekjes als die ochtends wakker wordt. Gewoon allemaal zo. Ja, jakkie. Een gouden vondst dus. Geweldig. Een gouden vondst. Geweldig. Christine de Boer. Christine de Boer, jullie hadden, dat was in het filmpje ook heel duidelijk te zien, nog heel veel vragen van hoe zouden we hier nou mee verder gaan? Ja. Jullie zagen het ook echt als best een hoge druk die op jullie schouders lag om zo'n iconisch nummer van een vervolg te voorzien. Ja. Wanneer kwam het idee, dit gaat het worden? Deze invalshoek kiezen wij. In de auto, denk ik. Ik denk dat we drie ideeën hebben verzonnen van dit zou kunnen. Dit zou als vervolglied kunnen. De man vanuit de man. De minnares. Of je zou nog terug in de tijd kunnen gaan. Dat je zegt van, hoe was hun relatie in het begin? En we vonden hier het meeste vlees aan zitten. Je denkt opeens van, ja, zo'n minnares. Ja, maar als het echt wordt. Nou ja, wat Jenny net allemaal, wat we net allemaal gezongen hebben. Er zit veel vlees aan. Dus als liedjeschrijver gingen we aan toen. Dachten we, ja, hier kan je echt een lied van maken. Wat net als het origineel verschillende hoeken belicht. Want dat is zo mooi aan dat origineel, dat het zoveel verschillende invalshoeken heeft. Hij zat zo boordevol muziek, zo'n vergoten klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal, zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij de nachtelijke keuken. En in de herberg van de stad zong hij een drinkelied op het nacht. Voor wie nog staan kon en wie zat, de troubadour, de troubadour. Zing hij aan. Stil zijn lied van een mirakel dat geschiet, ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong ervoor. Stil, het lied was uit, enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek,
zong voor God een klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, het Daar staat ze op de laatste hoge rots. Het water wast en alles is verloren. Ooit wordt de aarde weer opnieuw geboren. Nu rest alleen het dreigende geklots. Het water dat zij zo heeft lief gehad, waartegen al haar verre vaders vochten, dat spoelt nu als de oervloed uit de krochten en maakt de punten van haar schoenen nat. Er komt geen einde aan de regenval. En starend naar de wolken, lucht en winden is nergens nog een sprankje hoop te vinden. Geen duif die haar een twijgje brengen zal. Ze eet haar laatste brood, een galgenmaal, met uitzicht op het eindeloze stromen. Hoe heeft toch alles zo ver kunnen komen? Als enige kent zij nog het verhaal. Toen het begon, had iedereen nog tijd. Dat dachten ze, maar toen je na wat jaren met bootjes over Amsterdam kon varen, toen voelden mensen toch wel nattigheid. De exodus naar Duitsland ging nog goed. Maar toen de hele Noordpool was gesmolten en het steeds warmer werd, kwam de revolte. Het oproer kraaide, water proefde bloed. Met wereldwijd dictators aan de macht kwamen de wapens in verkeerde handen. En ondertussen werden heuvelstranden en moest de grootste slag nog toegebracht. Een ziekte met als naam de nieuwe pest bleek dodelijker nog dan alle haat was. En als het dan voor mensen niet te laat was, dan deed het woeste water wel de rest. Zij, als door een wonder niet besmet, verdwaasd haar weg zocht door de stille straten. Het leven zag dat men daar had gelaten en nergens adem vond, toen wist ze het. Zij was de laatste mens, het residu. Zij was het tot vergetelheid gedoemde restant van wat men ooit beschaving noemde. Een tragisch eufemisme lijkt het nu, nu zij daar staat in het oneindig tij. Haar kleren zwaar van maandenlange regen, de vloed nu tot haar knieën toegestegen. En dan ineens drijft een gitaar voorbij. Het instrument is oud, de snaren vals. De rimpels komen door het hout heen zetten. Toch tast ze naar de kromgetrokken fretten en teder streelt ze de verweerde hals.
Een stuurvrouw met een losgeslagen roer. Alleen de eeuwigheid is haar getuige. Geen groot of klein publiek om voor te buigen. Zo staat ze daar, de laatste troubadour. Ze kan maar één ding doen, nu ze verdrinkt. De mensheid die geleefd heeft van verhalen. We zingen in het lied van alle talen. Want als ze zingt, vergeet ze dat ze zingt. La. Geloof dat je dacht dat ik helemaal
van de Ereleend en ik ga vandaag de beroemde man met het rode petje ontmoeten, Harry Slinger. En ik mag het een muzikaal antwoord schrijven op zijn nummer Je loog tegen mij. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Dit is Harry Slinger, denk ik. Hey, Yvonne. Hallo. Hallo. Yvonne, ja, leuk je te ontmoeten. Ja. In het echt. Ja. We hebben al even geappt. Valt het mee? Het valt reuze mee. Ja, waar is je pet? Valt mij ook niet tegen. Waar is je pet? Oh ja, die heb ik wel bij me. Heb je hem bij je? Ja, maar die dragen die 24 uur per dag. Nee, maar je wel. Nee, je moet dan over je klok. Oh, zo. Zo. Nou, ja? Huh? Kijk. Kijk me eens aan. Kijk me eens aan. Ja, je hebt er geen hoofd voor eigenlijk. Nee, ik heb er geen hoofd voor. Nee. Nou, enig kind. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Nou. Maar de, ja, het volks, dat, ja, ik vind het wel heel leuk om daar, om die kant een beetje op te gaan. Want dat zit natuurlijk niet in jouw pakket als zodanig. In mijn natuur, het zit niet in mijn natuur, nee. Ben je Amsterdamse? Nee, ik ben Limburgse van oorsprong. Allee? Allee, je hebt die Vlaams praten, nee. Oh, no, oh nee, nou. Dat, het verhaal is geschreven vanuit het idee dat Odysseus in Athene kwam. En dat het één grote hoerenkast was geworden. En die vrouw die maakte hem met allerlei kerels. En, nou. Hij kwam terug van zijn reis en die vrouw had van, hem... Hij kwam terug van Troje. Van Troje, ja. Hij kwam hier terug in Athene en dan bleek het dus één grote bende te zijn. Heb het je een beetje geholpen? Wat ik ja, ja, ik vind dit... Dit had ik niet zelf kunnen googlen. Maar weet je, het, als andere liedjes schrijven die ik moet zingen... Hè, dat is net als met Je loog tegen mij en ja. Zo. Ik moet dan het gevoel hebben... Godverdomme dat ik niet dat bedacht heb. En wanneer heb je dat gevoel? Als het nummer een hele goede hoek heeft, zeg maar. Een ja, heel en, slim, en het bier van binnen... Ja. Oh. Nee. Je moet toch winnen? Nee. Nee, het is geen, nee, het is geen wedstrijd. Oh, daar maak ik er wel van. Ja, wil je het lezen? Wil je, als voor, of wil, je dat, wil je het horen op de avond zelf? Oh maar nee, ja. Ik vind het ontzettend leuk om zo'n proces te volgen. Ja, ja, als je het eerste stukje af hebt. Ja. Ik ga geen commentaar leveren. Nee. Want als ik het een kut liedje vind, dan zeg ik het toch al. Maar dat zeg ik dan wel aan het eind. Oh, shit. Nou, dan kan ik mijn koekje verder op. Ja, dan kan ik eigenlijk beginnen met mijn koekje. Heel, heel braaf dat niet gedaan. Dat ik daar van volle mond eet. Haar oude dag gaat traag, tergend traag. De tikkende klok. Klinkt als een vraag. Een wit sneetje brood met aardbeienjam. Ze droomt voor zich uit en denkt weer aan hem. Aan hoe het zou zijn om na 30 jaar elkaar weer te zien met dit grijze haar. Is hij getrouwd? Of weer gescheiden, draagt hij nog die muts, die rode gebreide. Zoveel te vragen, maar ze durft het niet. Er is te veel schaamte en te veel verdriet. Ze loog tegen hem. Alsof hij een kind was, dacht ze nou echt dat hij helemaal blind was. Ze loog tegen hem, alsof hij een kind was, dacht ze, dat dacht ze, wat dacht ze nou. Elke dag weer, al 30 jaar lang, wilt ze hem bellen, maar... Ze is te bang, ze zou hem dan zeggen dat het haar spijt. Van alles van toen, van die nare tijd. Ze zou hem dan vragen haar te vergeven. De tijd die hun rest samen te leven. Ze
alsof hij een kind was. Dacht ze nou echt dat hij helemaal blind was? Ze loog tegen hem alsof hij een kind was. Dacht ze, wat wacht ze nou? Plots reikt ze toch naar de telefoon. Schrikt een klein beetje van de kiestoon. Draait dan kordaat zijn nummer en wacht. Houdt haar adem in. Schraapt haar keel zacht. Hij gaat één keer over. Tweede keer. Derde keer. Vierde keer. Ze legt neer. Ze loog tegen hem. Alsof hij een kind was. Dacht ze nou echt dat hij helemaal blind was? Ze loog tegen hem alsof hij een kind was. Dacht ze nou echt dat hij helemaal blind was? Ze loog tegen hem alsof hij een kind was. Dacht ze nou echt dat hij. De tikkende klok klinkt weer als een vraag. Morgen, zegt ze, lukt niet vandaag. Eindelijk een vrouw die bekent dat ze, dat ze ook bedriegen kan. En dat ze er toch uiteindelijk achter komt dat die man met het rode gebreide petje toch de grote liefde was. Daarvoor de troubadour en het antwoord van Jan Beuving en pianiste Tom Dieke. Residu. Jan, ik begin even bij jou. Dat gegeven van die laatste mens op aarde, dat fascineerde je, hè? Ja, kijk, ik ben een wiskundige, dus ik kijk altijd naar de rand van de verzameling natuurlijk. En het kan niet anders of iemand is de laatste. En die heeft dan natuurlijk nogal een verhaal. Dus dat was het. Want dat is de enige die dan nog weet hoe de mensheid eruit zag. Dus ik dacht, ja, die heeft nogal een verhaal. Dus dat verhaal moet dan misschien maar verteld worden. Ja, en dat vertelde je in dit lied. Lenny Koer, vond je van het idee van Jan om die eenzame vrouw uiteindelijk gered te laten worden, tussen aanhalingstekens, door die gitaar? Nou, ik vond dat heel erg literair. En zo doorwrocht en prachtig geschreven. Ik krijg echt twee keer kippenvel. Af Harry Slinger, Yvonne van der Eerbeemt, Lenny Koer, Tom Dieke en Jan Beuving. Het is tijd voor het moment van vanavond. We gaan, ja, het is zover. Het is tijd, dames en heren, voor de laatste klassieker. Hij was maar klaar. In wit en in rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het vuil gele licht, maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blij aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Ander was zo het einde en niemand die hij verliet. Maar op een avond, hij viel, net als elke keer. En het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown,
in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn wacht. Hij heeft alles gegeven, de laatste dag. Niemand kende de pijn, want de stenen bedriegen. Want er was op het einde niemand die hij verliep. Hij deed heide de loop. 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 Niemand kende de pijn van de stil. Niemand die hij het lijkt wel of jullie op al die zitten. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. De clown, hoe is dat dan ontstaan? De clown. Ja, daar moeten we natuurlijk over hebben. Ja, dat is natuurlijk de kern van de zaak. Ik zie al een boekje erachter. De kern van de zaak. Ik zie een boekje erachter. Ja. Ben Kramer, meer dan de clown. Dat is mijn boek, ja. Ja. Het succes van het liedje De Clown is de tekst natuurlijk. Maar het gekke is, het is een intens triest liedje. Gaat alleen over de herinnering gaan zetten. Ja. Jongens, wat een lol, wat leuk, hé. Maar die man is hartstikke dood. Ik bedoel, dat klopt niet. De clown zijn we eigenlijk allemaal. Je hebt toevallig vanmorgen om 11 uur slaande ruzie met je vriend gehad. Ik noem maar wat. Dan kom je hier bij die voordeur bij mij en dan ben je... Ja, dan ga je toch... Je wilt toch... Hallo. En, terwijl je er goed de schuld in hebt om dat. Daar ben je ook een clown. Gaat het nu maar ook over eenzaamheid? Want hij zingt ook dat er is niemand. Het circus is een eenzaam bestaan. En hij sterft en niemand... Niemand mist hem, ja. Hoe vaak gebeurt dat niet in het dagelijks leven? Weet je, wat bij mij is blijven hangen is natuurlijk de tragiek van de komiek, weet je wel? Ja. Van wie gaat de clown aan het lachen maken? Dat vind ik al mooie, want mooi. De clown maakt het volk aan het lachen, maar wie maakt de clown aan het lachen? Wie maakt de clown aan het lachen? Heel mooi. Ik ben erg benieuwd wat jullie gaan maken. We gaan je niet teleurstellen. Nee. Druk. Nee. Oké. Erg benieuwd. Veel succes ermee. Dankjewel. Dankjewel. Op mijn wals, deze nacht ben je van mij.
de grond. Mijn dames en heren, mesdames en messieurs, ze zeggen ze in de taal. Marianne zocht al 30 jaar lang naar een man om wie zij lachen kon. Maar na Henk, Piet en Kees, Nicolaas en Jorp was zij zelf de grap van het dorp. Gegaan. Clown valt op stoel, knijpt in zijn neus. Marianne werd op slag amoreus. Ga met me mee vannacht, kom maar dichterbij. Hoor mijn lied, lach of ik schiet. En hij schoot. Spoor, de paarden op hol en de leeuwen die hebben een buikje weer vol. Mijn dames en heren, mesdames en messieurs, zes circuses is in zijn taal. Evelien verlangde naar de man die de wereld had gezien. Die er meenam op reis van Milaan naar Parijs. En mooi geschminkt bovendien. Ga met me mee vannacht. Kom maar omhoog, Evelien. Ze viel van een rek en brak haar nek. Zonder spreekt op, het circus gaat door. Het was maar een clown in het wit en in het rood. Ja, het was maar een clown. En nu zijn ze dood. Maartjen Kiene. En natuurlijk Ben Kramer, de deugd in het midden. Kiene, hoe kwam het idee bij jullie op om die clown in het wit en het rood een moordende clown te maken? Nou, als je over nadenkt, is het eigenlijk logisch. Ja, leg eens uit. We zijn net klaar met toeren, dus ik had veel vrije tijd. En ik was thuis Netflix aan het kijken. Ja. Glitter en glamour. En toen was er een documentaire over Ted Bundy. En die heeft in de jaren 70 iets van 30 vrouwen vermoord in de VS. En dat kon die omdat hij zoveel reisde. Want ja, het was elke nieuwe stad en die politiebureaus hadden geen contact met elkaar. En toen dacht ik, nou, dat kan je ook doen als je in een circus... Ja, zo is het idee geboren. Ja. En Maartje, dan gaan jullie de muziek schrijven en dan... Kiezen jullie voor muziek die helemaal in die circus-traditie past? Vond ook wel een beetje Fellini her en der? Ja, dat klopt. Daar hebben we wel door het oude jaren 30 circus. Dat vinden we sowieso fantastische muziek. En nu was deze fantastische band er, dus we dachten, ja, we moeten het ze een beetje moeilijk maken, zeg maar. Ja. Had je ooit gedacht dat jouw clown uit de dood zou herrijzen als een horrorclown? Ik moet je zeggen, het is echt waar, dames en heren. Ik hoor het liedje nu echt voor het eerst. Ik vond het zo leuk en goed wat jullie gedaan hebben. Dat meen ik. Mag er één keer een geweldig applaus? Geweldig, echt.
Ja, verdient applaus voor Maartje en Kine. Het is eigenlijk wel mooi, hè, hoe een onschuldig Frans liefdesliedje via een lied over een clown een lied wordt over een seriemoordenaar. Dat kan allemaal op de avond van de kleinkunst dankzij de laatste gasten van vanavond, Ben Kramer en Maartje en Kine. Dames en heren, daarmee zit het erop. De tweede editie van de Avond van de Kleinkunst. Ja, maar we hebben 6 nieuwe klassiekers die we volgens mij nog heel erg lang gaan horen. Dat kan bijna niet anders. Ja, rest mij niets anders dan iedereen te bedanken. Allereerst natuurlijk jullie voor jullie komst. En natuurlijk mijn Helco-host. Dames en heren, Helco Span! En uiteraard alle artiesten die vanavond voor jullie hebben opgekomen.